U heeft gisteren heel feestelijk haar 145-jarig bestaan herdacht. Nieuw Nigeria werd officieel gevestigd in 1897 en beslaat 5.353 vierkante kilometer. Deze belangrijke mijlpaal markeert de rijke geschiedenis en de ontwikkeling van de stad, die bekend staat om zijn landbouw, met name rijstproductie, en een belangrijke havenplaats huisvest. Nieuw Nigeria is door de jaren heen uitgegroeid tot een bruisend centrum van economische en culturele activiteiten in het district Nigeria. De viering van het 145-jarig bestaan biedt de gelegenheid om stil te staan bij de groei en de bijdrage van de stad aan het land, evenals bij de toekomstplannen voor verdere ontwikkeling en vooruitgang. De aanwezigen tijdens de festiviteiten waren hoogwaardigheidsbekleders uit het district zelf en ook uit Paramaribo. President Chandrika Prasad Santokhi sprak over het maken van Nigeria tot de stad van Suriname. Het district zal namelijk een wezenlijke bijdrage leveren aan de olie- en gasontwikkelingen in het land. In komende nieuwsuitzendingen komen wij terug op deze mijlpaal voor dit wezenlijk district van Suriname.